Waarom hangt een VOC-vlag bovenop Kunsthal De Kade in Amersfoort? Do you have any idea? Hij hangt wel half stok. En het is art. Ja. Do you think it's art? I think it's art. But yeah. It's kind of weird, want het heeft ook de kleur van een prinsenvlag. Oranje. I very often don't work in this field. But so I wondered what it might have been, why I would have been asked. And I thought, perhaps it was the title, Tell Freedom. Tell Freedom, written from a book, from an opening, where there is such a high presence of non-white people. So that in itself is an important taken issue within cultural institutions today. The flag is art. En het gaat erom dat een van de artiesten de VOC-vlag daar halfstuk wilde ophangen. Omdat Amersfoort blijkbaar de naam is van een van de eerste schippen die naar Zuid-Afrika ging. Ah, we hebben haar dus geïnterviewd. Boetle heet ze. Ik ben haar naam echt heel slecht aan het uitspreken. Maar, dacht ik, maar het maakt niet. We hebben haar geïnterviewd en dit is haar installation. In het episode legt ze uit wat ze bedoelt, waarom ze zeep heeft gebruikt. About cleanliness. The obsessive cleanliness that's expected of women. Doesn't do it justice.